Wat heb
met zijn zoete toren vol van romantiek. Lokt de moeite zijn geacht publiek. Ieder geeft een kleinigheid voor het oor of verder weg. Ik wil niet wat mogen. Thank you.
Mijn naam is Jeroen van der Einde, ik ben de eindredacteur van die Fluxus Historische Reeks. En ik nodig u graag namens alle mensen, en dat zijn er ook een heleboel geweest, mede daarom ook dat de zaal zo vol zit, denk ik, die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze cd. Namens hen allen wil ik u hier vanmiddag van harte welkom heten. En ja, ik hoop in ieder geval dat het programma wat wij u het komende uur gaan bieden, voldoende nostalgie, informatie, amusement biedt om een aangenaam uur te worden. Ik weet het nu al zeker. En vader en moeder kregen een briefje mee van uw zoontje wordt verwacht. Nou, dat kon al niet kapot meer, hè. Dus hij was toch wel, naast dat hij een goed muzikus en een goed pedagoog was, had hij toch ook wel het gezag daarover. Dat is waarschijnlijk allemaal wat minder geworden de jaren daarna. En ik zie ze nou al aankomen dat iemand zegt, ik moet van mijn onderwijzer, ik moet. Nou, dan is vader en moeder die staan er gelijk recht op, jij moet niks! Die hadden allemaal verkering. En dat, ik denk dat het toen iets anders ging dan tegenwoordig. Wij zaten in de bus en dat was helemaal niet netjes, hè. Nee, en zij vonden eigenlijk dat die jongens van die leeftijd, die moesten eraf. Die mochten niet meer bij het koor zijn, want er zaten ook knapen bij van 7 jaar. Je moet zich voorstellen dat iedereen er netjes in de bus zit en die knapen zien dat, als je netjes in de bus zit. Dat kon wel eens verkeerd uitwerken. En toen werd er een vergadering belegd, met het stichtingbestuur. Ik ga nu niet zeggen wat ze toen gezegd hebben in die zaal, maar mijn oude vriend Tom van Wamel, die heeft toen het een en ander geroepen in die zaal en het ging iets over pillen. Niet lachen, jongens. Het ging niet over de pillen, maar het ging over pillen. En het slot van het liedje was dat als wij eraf moesten, dan gingen we er allemaal af. Ja, nou, daar stonden ze. Hier in deze zaal. Die is historisch wat het jeugdcentrale koor betreft. Nostalgie, het was geweldig zoals wij gelukkig met z'n allen hebben kunnen werken. Je hoort dan van alles van elkaar, de leuke dingen, de minder leuke dingen, die we ook allemaal meegemaakt hebben. En wij zijn er eigenlijk gewoon niet blij dat het nu afgelopen is. Maar wij zijn eraan toe, noemen ze dat, hè, om u te laten horen dadelijk wat wij gedaan hebben. En iedereen, en ik wil daar geen naam in noemen, ik wil niet hebben dat mijn naam er ook bij genoemd wordt, iedereen is daarvoor bedankt. Die op de een of andere manier met de jeugdcentrale te maken hebben gehad. Leden van onderafdelingen, leiders en leidsters, bestuurders. Iedereen vertelde graag en veel en van alle kanten kreeg ik nog aanvullend materiaal. Velen nog springlevend was, dat er zelfs nog oude leden bij elkaar kwamen om liedjes te zingen. We zetten door. Een keuze uit het repertoire was vrij snel gemaakt. Een middagje platen draaien, tijd opnemen, wikken en wegen om tot een zo gevarieerd mogelijk geheel te komen. Jeroen nam op zich toestemming te vragen aan de platenmaatschappij. Ik vind het erg leuk dat de werkgroep mij de eer gunt de eerste exemplaren van de cd met de grootste successen van het jeugdcentrale koor onder leiding van Broeder Letantius. Continu gedraaid en nog vaak. Voor de tv, damesprogramma's, in de kerken, bij huwelijken, bij begrafenissen, overal werd en wordt
Immaculate en zo, hè. U begrijpt nou waarom wij dus niet om 8:30 thuis waren. Ja. En bij deze dus, dat maken we vanavond goed, hè, jongens, met onze vrouwen. Onze verontschuldigingen dat misschien af en toe wel een keer 9:15 werd. Of 10:45 was het geloof. Om 8:30. Goed, het tweede. Ja, dit hadden we niet afgesproken. Jan Hendrik zit achterin. Jan is gelukkig terug uit het ziekenhuis, was lid, had dolgraag bij geweest. Jan, fijn dat je er bent.
amores ongetelde, zo is Brabant dat ik ken. Hoge peppels langs de beken, houden in de rode plein. Veldkapellen, niet een teken van het geloof van Brabant zijn.
Wij vonden het een ontzettend leuk liedje om op ons repertoire weer te herhalen. En ik hoop dat u ook van Kareltje, applaus, merken gewoon dat u dit toch wel, ook wel leuk vindt, dat u Kareltje ook best zult waarderen. Kareltje. Bye.
en heidevelden, waar verdriet lag spiegelend fel. Ranke torens ongetelde, zo is het Brabant dat ik ken. Hoge peppels langs de beken, oude linden rond de plein. Veldkapellen, die een teken van het geloof van Brabant zijn. En nou voor de geweldige middag die jullie ons hier vanmiddag hebben bezorgd. Heel hartelijk dank.